muziekvrienden, mogen ik wel zeggen. Het is heel even winnen tegen het felle licht. Het is net alsof ze tegen de zon in kiks. Hartelijk welkom op deze presentatieavond van de CD Full Color van Jongerenkoor Papillon.
soul as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Thank you.
respect en dat op zo'n voortreffelijke manier duidt. Peter van Harte, proficiat. Zo'n hoefker, die kan ook wel eens gaan vastlopen. En dan moeten er toch mensen zijn die die ker weer voet duwen. En dat zijn ook de bestuursleden die geweldig actief zijn. Maar als die dan op zo'n hoefker zitten, dan moet de groep die er achterop zit zich ook goed verstaan. Die moeten geen ruzie gaan maken, die moeten nemen van die ker afduwen. Maar die moeten proberen een groep bijeen te houden. En dat kennen die van Papillon heel erg goed. Dat is een echte, leuke, vriendengroep. Ik vind het fantastisch dat Papillon al zo lang bestaat. En dat ze zo'n kwaliteit hebben. Maar ook dat het zo'n fijne, leuke vriendengroep is. Een applausje voor de leden. Ja, dames en heren, het is geweldig wat we toch weer metmaken vandaag in Posterholt. En dan te weten dat ooit in de pastoor in Posterholt gezegd heet, nadat de burgemeester uit de kerk kwam met de pastoor. En toen zit de pastoor tegen de burgemeester, wie bevelt de gie? Ja, bevelt de gie goed, maar dat zingen hier in die kerk, dat ligt nergens op. Posterholt kan niet zingen, zag toen de pastoor. Dat is alweer heel lang geleden. Maar past dat kind wel degelijk zingen en heel goed zingen. We hebben hier weer voortreffelijke koren in Posterholt en daar zijn we heel erg blij om. Ik weet niet waar de pastoor dat van afgerold heeft om dat te zeggen. Er is vroeger een Romeinse geschiedschrijver geweest, Tacitus. We hebben nog moeten vertalen op het hymn. En die heeft gezegd, Batavi non cantant. De Batavieren die zingen niet, maar... Ik weet niet of hij aan gedacht heeft, maar in elk geval, ze kunnen wel degelijk zingen in Posterholt. Proficiat met wat we vanavond weer gehuurd hebben. Ja, ik wil ook heel graag een dankwoord spreken namens het kerkbestuur. Het kerkbestuur heeft hier een groot bedrag door gesponsord. En ja, er worden ook nog wel kerkbestuursleden die zagen, dat was even de afspraak, als die CD niet uitkomt, dan krijgen we dat bedrag weer terug. Gelukkig hebben we dat bedrag niet teruggekregen en dat hoeft toch niet. Het is fantastisch dat deze CD vandaag is uitgekomen. Ik wil ook namens het kerkbestuur, namens alle parochianen, ook namens de gemeenschap van Posterholt heel hartelijk bedanken dat je zo'n voortreffelijke muzikaliteit aan de dag wilt treedt door vanavond hier zo op te treden. Dan ook nog een speciaal dankwoord voor de aanbieding van deze cd door Nemes Minder als vorige voorzitter, André Kolotsjak. André, die altijd heel hard gerend heeft voor alles wat met Papillon te maken heeft. Ik vind het heel fijn dat er toch eens even de naam van Kaplan Feijen gememoreerd heeft. Ik moet er een aan maken. Ik zou zeggen, nogmaals van harte proficiat, heel hartelijk dank voor deze avond en heel veel succes voor de toekomst. Dan gaan ze nog alle weg. André, ja, ik ken het nog van deze kanjoer. Steht. Bewegt sich langsam.
Wist je, dat de vuurkant van de cd een schilderie is dat toevallig de naam Papillon droeg? Dat de entree vanavond gratis is? Dat wat je allemaal in cd koopt, vandaag is nog even kallen. Dat het meer maar eind 75 kost. Dat voor ook knakjosjes verkopen. En dat je dan wel snel moet zien, anders heeft Jeffrey alles opgegeten. We gaan van nu tot de laatste sessie over. En er zijn dan drietjes van in de medley van Andrew Lloyd Webber, Über den Wolken en Stairway to Heaven. Unbelievers, electricity is wrong. Steve's got to power that will pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Is this light on? It's a fire. There's a light at the end of the tunnel. There's a light. We see the light at the end of the tunnel. When the days are
Thank you.
Thank you.
crying stairway to Yeah.
is de voorkant van de CD. Je zal ze dadelijk allemaal aantreffen. Je kunt ze zo meteen kind van zijn kopen. Peter, heel graag wil ik namens iedereen dicht dit kleinoot. Hoe is deze? Ik was hem even kwijt. Ik wil dich namens het ganse koor, namens iedereen die ook bezig is geweest met de CD als symbool, zeg maar, dit cadeau aan. Ja, hiermee zijn we dan dus inderdaad definitief aan dit gedeelte van de